What up mensen, mijn naam is Nessim. Mijn naam is José. En we staan op dezelfde plek als vorig jaar, alleen dit keer zonder het logo. Ja, iets minder budget. Ik denk het ook. Appelsap, we zijn er weer jongens. Ja, en we hebben weer een hele leuke vraag voor de mensen thuis. Tegenwoordig is het best wel een probleem. Dat is dat zeg maar jongere meisjes zien er steeds ouder uit. En ik weet niet hoe dat komt, maar... Ik denk make-up en zo. Ik denk ook wel, misschien push-up dingen. En je ziet het steeds vaker. En nu vraag ik me eigenlijk af, zien mensen nog wel het verschil? Het is een beetje een gevaar hè, voor de jongens die in een club rondlopen en zeggen van... Hey, kijk die chickie daar, eindstand 15. Dus, wat gaan we doen? We gaan vandaag de proef op de som nemen. Wij gaan de mensen een foto laten zien van chicks die 14, 15, 16, 17 jaar oud zijn. Vragen van, yo, als je haar zou zien in een club, zou je haar enchanten? En dan gaan we eigenlijk kijken hoe ze gaan reageren als we ze zeggen dat ze minderjarig zijn. Ik denk pijn. Ik denk dat we een groot probleem hebben. Ik ga even een paar foto's laten zien van een paar dames. En dan ben ik heel erg benieuwd wat je ermee zou doen, man. Dame nummer 1. Stel je voor, je komt haar tegen in de club. Ja, ik weet niet man. Ze is wel lekker, man. Maar zit addertje onder het gras, man. Let op. Addertje onder het gras. Nee hoor, Tussen haar benen, man. Nee. Het zijn echt legit vrouwen. Het zijn vrouwen. Maar je zou haar wel gewoon fixen. Ik denk het wel, man. Ik denk het wel. Maar Chant in de club, mee naar huis nemen ook? Ligt eraan waar ik ben, man. Ja? Ik denk het wel, man. En jij? Ja, ik heb vrouwtje thuis, man. Dus, Maar stel je voor, je had geen vrouwtje. Je doet echt met je vrouwtje in je hoofd, hè? Ze kijkt je super gaande. Loyal, man. Sowieso. Ja. Oké, volgende chick. Hé, hey, die ken ik man. Wat is het? Zij is 16 of zo man. Tyga! Dat is die Tori, ja. Allemaal jonge meisjes. Tyga ging naar DM, ik weet dat gewoon man. Ik weet dat. Ik weet haar naam niet, maar ik volg haar volgens mij ook op Instagram. Maar wacht even. Je bent 20, maar je weet, ze is 16, maar je volgt haar. Maakt niet uit. Ik heb er scheid aan. Maar ze is 16 dus, maar zit als het wel te jong. Ja, man. Maar wel genoeg om op YouTube te volgen en likes te geven. Jawel, man. Jawel, van die tongetjes onder de foto. Nee, dat niet, man. Maar nee, zij is oud genoeg, man. Ik bedoel, bekend genoeg, man. Zij is bekend. Bro, je bent wel eng aan het slippen, man. Ik bedoel, je kan slippen, maar zorg niet dat je uitglijdt, man, bro. Ik krijg het hier gewoon warm van, man. Krijg het warm van haar? Nee. Oké, door naar de volgende. Ja, nu vertrouw ik het allemaal niet meer, weet je. Deze zijn sowieso allemaal minderjarig. Ben je 18 plus? Eerst ID-kaartje. Maar doe je ook altijd in de club? Eerst de ID vragen? Nee, ik ben niet op vrouwtjes, man. Ik ben niet op vrouwtjesjager, man. Oh, ja, toen heb je een vrouwtje. Sorry, man. Ik vergeet het de hele tijd. Dat jij de meest loyale jongen op deze wereld bent. Dat vergeet ik altijd. Is zo, man. Is... Oké, de laatste. Hey, catch me outside, man. How about that? Het eindpunt is, jullie hadden het best wel snel door die ene chick. Maar... Je volgt haar wel. Klopt. Daar ben ik gewoon eerlijk over, weet je. Maar dat maakt mij... Maar je wacht tot zij 18 is en dan stuur je DM. Nee, man. Wat is jouw leeftijdsgrens nu? Ja, kijk, ik weet niet, ik denk 18 is wel prima. Dus zeg maar, fixen vanaf 18, maar volgen vanaf 16? Nee. Hey. Wist je dat hij die chick volgde? Nee, ik wist niks, man. Ik zeg je eerlijk. Hè. Maar wat is jouw grens? Stel je voor, je had geen vriendin? Sowieso 18, man. Sowieso. Man. Niet daaronder. Nee. Maar vinden jullie niet dat veel chicks tegenwoordig gewoon veel ouder leven? Ja, man. Zeker wel, man. Dus wil jij ze nog een tip meegeven? Juist. En vanaf 16 kan je volgen? Nee. Kijk, nu vuur je met de erg meer, man. Oké, jongens. Ik ga jullie foto's laten zien van chicks. En jullie moeten zeggen, zeg maar, stijf voor je komt maar tegen in de club of je haar zou meenemen of Chante ja of nee. Chick nummer 1. Ja toch, als het geen dude is. Het zijn allemaal gewoon chicks, het zijn geen dudes. Dus je zou wel gewoon... Ja toch. Hoe zou die avond eindigen? Lekker. Ja, nice man. Jij bro? Hey, je bent 15 hè? Ja, mag hij naar clubs gaan van jou? Ja, ik ben zijn neef dus ik heb eigenlijk niks te zeggen. Maar je gaat mee zeg maar. Ik zou wel meegaan, snap je? Dus even voor hij gaat naar een club toe, hij gaat met deze chick praten. Mag dat van jou? Ja, maar hij mag zeker praten toch? Ja toch? Oké, okay, en jij bro? Ja man. Ja? Vind je nice? Ja. Top man. Oké, we gaan door naar de volgende man. Bam. Een beetje te veel make-up, maar kan wel. Nee toch, je hebt een drankje op, je bent aan het chillen. Daarom? Ja, kan wel. Ja? Top. Ja. Maar wat zou je met haar doen? Vieze dingen man. Ja, boem boem dingen, precies. Oké, ja. Oké, we gaan door naar de volgende man. Deze. Je model of zo. Ja. Kan. Jij? Nee. Niks voor jou? Nee, is wel niks, man. Zo dan? Hey, een beetje. Iets meer tintje wil jij? Ja, een beetje wel. Oké, en jij, bro? Man. Nee, man. Wat is hier mis mee? Dat is, ja, net als die andere ook, een beetje te nep allemaal, man. Lijkt ze high class of zo? Ja, nee. Dat ook wel niet, man. Juist tegenovergesteld. Ja. Oké, en dan de laatste, man. Cash me outside. Jawel. Jij wel? Ja man. Nice. Oké, top. Ik heb wel zeg maar een addertje onder het gras. Ze zijn allemaal minderjarig man, ze is 14. Echt?
Wow. Fucking eng, man. Voor jou is het perfect. Jawel, is wel goed. Maar jij wist dat ze 14 was, hè? Ja, cash me outside, how about that? Oké, okay, die is 15, 16, 17. Ja, oké, okay, man, ik moet weg. Je hebt net gewoon via Jilla gepakt, man. Jammer, helaas. Ja, man, bro, ze zijn allemaal minderjarig, man. Ja, sick. Ja. Hey, fok op. Ja. Jij bent safe. Ik ben natuurlijk safe. Hij zou met allemaal kunnen chanten gewoon. Ja, toch. Hij is ook blij. Hij is ook blij gewoon. Oké, okay, maar jij hebt ook net, zeg maar, jullie hebben net samen Jilla gepakt. Ja. Dat is fucked up. Ja, het was samen in elk geval. Ja, ja. Maar wat vinden jullie, zeg maar, van dat dames er, zeg maar, steeds volwassener uitzien, laat ik het zo zeggen? Ja, dat is moeilijk, hè. Moeilijk inschatten. Legitimatievraag tegenwoordig. Ja? Zou je dat ook doen of zou je het risico wagen? Nee, man, ik zou het risico niet nemen. Ja? Nee, man. Niet. Nee, man. Maar je gaat wel gewoon idee vragen? Ja. Maar hebben jullie al ooit zoiets meegemaakt dat chick zegt van, yo, ik ben 18, eindstand 16? Nee, man. Nee, gelukkig niet. Dat sowieso niet. Ey. Maar als jij, zeg maar, met een chick aan het chanten bent, zeg maar, heb je wel eens iemand gehad die plus 18 is? Nee. Alleen minderjarig dan? Ja. Kijk, er was al eentje, man, bro. Ey. Ik zeg wel ID vragen, ik zeg eerlijk. Ja. Hij staat in zijn 13. Jongens, jullie zien er wel uit alsof jullie van dames houden. Hé, hey, voordat jullie rare dingen gaan vragen, ik heb een wifi. Maar dit interview gaan we doen alsof je geen wifi had. Okay. Het is uit, je weet toch? Net gisteren uitgemaakt. Toevallig, weet je toch? Ja, ik ga jullie een paar dames laten zien. En dan moet je checken wat je zou doen als je haar zou tegenkomen in de club. Oké, okay, als ik geen wifi had. Als je geen wifi had. Want ik heb een wifi, ik hou van je. Oké, okay, daar gaan we. wat zou je met haar doen? Nee, man. Ik zou groeten. Zeg, hoe gaat het met je? Hoe is je dag? En dan zou ik naar huis gaan, man. Maar wel een praatje maken. Ja, man. Dat mag ook van wifi? Wat? Nee, dat mag niet. En daarom doe ik het ook niet. Ik doe het niet. Maar je zegt net dat je er zou groeten. Je zegt net, je begint die interview met als ik geen wifi zou hebben. Oh, oké, okay, daar. Ja. Dan blijven we in die mindset. En jij? Je komt mij tegen in de club. Ja, is niet echt mijn type, man. Maar als zij mij zou aanspreken, zou ik er zeker op ingaan, man. Hoe zou het verder gaan? Zou het dansen worden in de club? Ja, kijk, als we eenmaal in die motion zitten, dan gaan we wel wat doen, ja, toch? Maar mee naar backstage? Is een leuk meisje, man. Is een leuk meisje. Ja, man. Dus stel voor, zo mee naar huis en zo? Ja, kijk, ik ben single, ik ben vrij. Dus ik ga het zeker wel meenemen. Single en ready to mingle. Lekker. Oké, Antoine next. Oké, eerst heb ik in dit geval heb ik geen wifi en die heb ik wel. Ik heb geen wifi in deze situatie. Als ze mij zou tegenspreken, zou ik gewoon leuk terugpraten, maar ik zou niet uit mezelf op instappen. Hey, maar met haar vond je wel leuker dan de vorige? Nou, dat was die vorige wel iets beter, man. Ja? Maar deze zou ook niet indruk op jou maken? Niet echt, man. Als je vrijgezel bent. Ik ben niet kieskeurig of zo, hè? Je weet toch. Nee. En ik heb een wifi, dus ik zou sowieso niks doen, je weet toch. Want ik heb een wifi. Ja, man. Hetzelfde, man. Hetzelfde situatie? Ja, is niet mijn type weer. Maar als ze gek wil doen, dan gaan we gek doen. Als ze gek wil doen, dan gaan we gek doen, man. Oké. Het is niet mijn type, toch? Maar het is wel je type genoeg om, zeg maar, gek mee te doen als het moet. Ja, kijk, ik ga er zelf niet op af. De volgende? Nee. Wacht, hey, is dat dingen? Skill 6, 13. Dat kan niet. No, dat gaan we niet doen. Dat kan sowieso niet, want ik heb een wifi, maar. Maar jongens, ik moet jullie wat vertellen. Ze zijn allemaal minderjarig. Ik zei sowieso niet dat ik het zou doen, dus ik ben 7. Maar minderjarig als in 17 of echt minderjarig? Minderjarig als in 17? Ja, 17, ik ben 18 toch? Oh, dat kan 17 wel. Ja, 17 kan wel. Nou, dan heb je gelijk. Ja, deze is 17. Ja, 17 kan toch? Deze kan. Ja. Deze is 16. Ja, kan nog. Kan nog. Hé, hey, ziet er goed uit. Deze is, wacht, 15 en een half. Nee, man. No. Jij kan zo. En deze was 14. Ja, dat kan niet, man. Nee, 14 is te jong, man. Oké, okay, heren. Heel simpel. Ik ga jullie foto's laten zien van een aantal dames. En jullie moeten zeggen, als je haar in een club zou tegenkomen, of je met haar zou praten of meenemen naar huis, ja of nee. Is het je smaak, ja of nee? Dame nummer 1. Een beetje te jong, denk ik. Ja? Ja. We zijn oud, hè. Dus... Ja, ik weet niet hoe oud jullie zijn, maar zeg maar qua uiterlijk. Mooie vrouw, maar voor mij kan het qua make-up net iets minder. Too much. Nog, ja, is net iets... Oké, ik snap het, geen probleem. We gaan door naar de volgende. Weer een beetje hetzelfde eigenlijk. Ja, ook weer mooi. Maar. Maar je hebt drie drankjes op, vier bijna. Ja, dan heb je al wat. Ga je, weet als ze knipoog naaien. Ja, dan zeg je ook geen nee, inderdaad. Dus gaan we even wat proberen. Ja, precies. Ja, dan misschien wel. Oké, we gaan naar de volgende, man. Gekke model. Dit is al. Dat lijkt wel op een gekke Amerikaanse model of zo. Ja, maar nog steeds wel veel make-up.
Ja. Veel make-up. Ja, ja. Ik voel je. De rest zijn allemaal mooi, sowieso. Ja? Dus ja. Maar jij bent die romantische guy, je hebt het niet nodig. Ja, nee. Hoe zou je avond eindigen met haar, denk je? Thuis gezellig met een drankje en dan setje luisteren en dan. En nou, cassette? Cassetje? Setje. Ik denk, hoe oud ben jij, man, bro? Cassetje? En dan kijken hoe het eindigt. Precies. De volgende, man. Weet niet. Zes drankjes. Zes drankjes? ja. Ik ben iets te oud voor haar, denk ik. Ze is allemaal vrij jong. Ja. Maar zij is 14. Ik bedoel maar. No way, nee. Zij is 15. Oké. Okay. Ja, nee, dan is het sowieso... Maar je hebt net 4 jaar celstraf gekregen, man, bro. En zij is 16, man. Oh, tering. En deze is 17. Ja. Wat vinden jullie ervan dat dames eigenlijk... er steeds volwassener uitzien, maar ze zijn eigenlijk heel jong. Ik denk dat op een foto is het sowieso wel anders dan wanneer je haar in het echt ziet en wanneer je haar spreekt. Dan kan je wel merken dat ze jonger is, denk ik. Maar is het een gevaar, zeg maar, want er zijn heel veel chicks die in een club lopen en je denkt bij jezelf van shit man, zij is sowieso wel 21, eindstand is 16. Is wel een probleem voor jou? Klopt, zeker. Ja, maar dat is wel op zich is die constatering dat ze ouder eruit zien. Dat klopt ook wel, ja. Wat is de oplossing? Vragen naar de leeftijd, denk ik. Ja. Maar ze kan ook liegen. Ja, dat zeg ik rijbewijs. Een ID-vraag. Ja, precies. Heb je nog iets te zeggen tegen de dames die misschien heel erg ouder uitzien? Geniet van het leven, denk ik. Dus... maar niet met oudere mannen? Ja, dat moeten die oudere mannen zeg maar beslissen. Maar je bent geen goede mattie, man, ik zweer. Jij zou tegen je mattie zeggen van ja bro, ik weet niet maar, je kan proberen. Je kan proberen, precies. Ja, nee, wat ik zeg, geniet van het leven. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Oké, boys. Hele simpele vraag. Ik ga jullie foto's laten zien van chicks. En jullie moeten zeggen, als je haar in de club zou tegenkomen, zou je haar meenemen, ja of nee? Vriendin, hè, dus... Oké, maar stel, hypothetisch gezien, je bent vrijgezel. Ik weet niet eens of hypothetisch een woord is, maar dat maakt niet uit. Dit is de eerste chick, man. Nee. Maar waarom niet? Ben je niet mooi? Nou, maar ik heb iets met wenkbrauwen, man. Deze wenkbrauwen lijken een beetje op een lange komma. Dus nee, man, nee. Eerlijk, ze mag altijd mee, man. Ze mag wel mee? Ja, ze mag maar mee, gewoon zuigen, man. Eerlijk. Ja, nee, ik ben eerlijk. Nee, ik ben gewoon eerlijk. Oké, we gaan naar de volgende check, ja? Sowieso, ja. Sowieso. Nee, man. Maar bro, ja, je hebt een wifi, maar stel je voor, je hebt geen wifi. Maakt niet uit. Nee is nee, man. Sorry. Okay. Ja. Ja? Ja. Oké, wat zou je met haar doen? Heel eerlijk. Ja, gewoon wilde dingen schoon, man. Dit is gewoon, wild gewoon van porno, man. Ik ben gewoon eerlijk. Ik ga niet liegen, man. Ja. Man, natuurlijk, man. We zijn mannen toch? We moeten gewoon eerlijk zijn. Oké, de volgende, man. Beetje modelachtig. Ook, man. Oh, sowieso. Zuigen, ook. Ja, echt serieus. Zuigen. Ja, man. Ik ga jou skippen. Ik ga hem alles vragen. Hij gaat sowieso nee zeggen. Maar op deze zeg ik ook nee, man. Ik laat alles voor hem, man. Je laat voor hem over? Hij is aanvoerder. Dus. Je bent wel een goede mattie dan? Ja, tuurlijk. Hij is mijn aanvoerder. Je gunt hem, zeg maar. Hij is mijn aanvoerder van mijn voetbalteam, dus okay. Ik gun hem sowieso alles. We gaan door naar de laatste, man. 100%. Echt. Ja, maar kijk die body, man. Het begint al hier zo. Jawel, man. Sowieso, jawel. Ik heb een dingetje, man. 6'14. Nee, man. Kruis, man. Arkeli. Niet. 6'14. Nee, man. Oh, sorry, man. Ja, maar... Je hebt net Jilla gepakt, man. Ja, maar... Ja. Je hebt mij niks gevraagd, dus gisteren. Hij is nog niet klaar. Zij is 15, zij is 16 en zij is 17. Jij hebt net 20 jaar gepakt, bro. Dirk, man. Ja, sorry, onmacht, man. Ik lul me wel eruit bij de rechter, maar hier kan ik niks aan doen, man. Ik zei net nog van, je bent een goede mattie, maar jij hebt hem, zeg maar, Jilla gegund net. Ja, maar ja. Ik kom op bezoek of zo, weet je. Ik kom op bezoek. Ik breng taart. Ik breng zoutelsoep. Ik breng bami voor hem. Ja, dat is fucked up, man. Ik ga gewoon op bezoek samen met hem. Als ik met de chick ben, ik vraag sowieso op een gegeven moment de leeftijd. Je weet toch? En dan, als... Je gaat legitimatie vragen. Nee, dat niet, maar als zij zegt gewoon van boven de 18, ja, sorry. Hoe ga je vertrouwen? Ja, vertrouwen in de mens moet je hebben, weet je. Zeg dat maar tegen de rechter. Ja, de rechter begrijpt ook van, hé, luister. Ik was het niet wel. Maar wat vinden jullie ervan dat chicks de laatste tijd, zeg maar, ouder uitzien? Ik heb een dochter, man, broer, dus ik vind het sowieso eng, man. Ik vind het eng, maar ja. Pak op, hè. Ja, is lastig, maar ja, ik kan er weinig aan doen. Je komt in de club. Je ziet decolleté, dat soort grappen, je hoort van 2002. Dat zijn rare dingen, man. Maar hebben jullie, zeg maar, tips voor boys thuis, wanneer ze in de club lopen van, hé, wat moet je doen als boy, waar moet je op letten? Vraag naar leeftijd. Nee, man, hou op. Als je binnenkomt, zij moeten aan de deur controleren als iemand 18 is of niet. En je praat met de chick, en als zij zegt dat ze boven de 18 is, dan vertrouw je dat wel, begrijp je? Iets zeg mij dat jij binnen nu en 5 jaar vastzit, bro. Nee, bro.
Geloof mij nog maar, ik ben iemand die naar eer en geweten hangt. Ik heb ook een dochter te weten, maar... Oké, maar jullie hebben dochters, toch? Stel je voor, je dochter is 15. En ze begint opeens make-up en overdreven. Ga je daar wat van zeggen? Een beetje binnen de perken blijven. Niet opeens oranje, een beetje zoals dit. Oranje wangen, dat soort dingen. Dat is, nee, dat is te veel, maar een beetje... Ik ga sowieso mee met haar uit gewoon. Sowieso. 15 jaar, ze wil uit. Ik ga op de achtergrond gewoon boos. Ik ga mee boos gewoon. Ik ga gewoon mee. Ik zeg gewoon, je mag uitgaan. Maar papa komt ook. In de VIP. Sowieso. Papa heeft een feetje. Ja. Hey, maar we komen je wel opzoeken in chillen, man, bro. Geen stress, man. Sowieso, man, bro.